7 uur moesten ze alle 12 beneden zijn. Eten, alle 12 aan de ontbijttafel. 7:30, allemaal alle 12 klaar. 8 uur, allemaal alle 12 naar de trein. En dat was echt geen leuk uur, maar tussen 7 en 8. En op een gegeven moment hebben wij dat ook losgelaten. Zo van, joh, weet je, de ontbijttafel die dekken wij. En wij zorgen dat alles klaar staat. En tussen 7 en 7:30 kun jij daar je boterham komen eten. En we zien je wel verschijnen. En voor de avondmaaltijd hebben we dat dus ook helemaal losgelaten. Nou ja, alarmfase 1 ging bij het personeel wel af. Zo van, ja, maar dan gaan ze allemaal in een isolement. En niemand trekt zich nog wat van iedereen aan. En het sociale contact ook, dat verliezen we ook helemaal. Ja, dat verloren we ook inderdaad. De eerste 14 dagen, het was leven als God in Frankrijk. En joh, boeien. Maar na 2 weken zie je dan grappig genoeg dat er in 1 keer om 7 uur 4 aan de ontbijttafel samen zitten te eten. En het is hartstikke gezellig. Helemaal geen toestanden meer. Het is helemaal gezellig. En dan denk je, oh, dit is leuk. En s'avonds, de ene keer zat je met 2 mensen. En de andere keer zat je er inderdaad in je uppie. En op een ander moment zitten ze in 1 keer alle 12 aan tafel. Dus ze regelen ook dat wel. Tussen 9 en 10 komen onze cliënten daar binnen. Dus als het later wordt dan 9 uur, prima. Wij passen ons aan het tempo van de cliënt en dat werkt gewoon ontzettend prettig. Onze cliënten kunnen geen klok kijken. Dus dan denk ik, ja, waarom moeten wij dan op de klok kijken? Wij kunnen ook op de klok kijken. Er zitten structuren in. Je komt binnen, we zingen een kringlied, we drinken koffie, we bieden een activiteit aan, we worden verschoond. Er zit een ritme in de dag, maar dat is niet afhankelijk van de tijd. Het is veel belangrijker dat ze ontspannen en met een goede zin naar het werk kunnen gaan. Dan inderdaad, als ik ga lopen drukken ze van, oh joh, we moeten wel opschieten, want anders dan. Nou, geheid, dan krijg je gemopper of zo van, nee, bekijk het maar, ik ga die jas niet aantrekken. Precies. En nu is het zo van, joh, als de een op de slaapkamer wil zitten, prima, ga je daar gewoon je koffie, hebben we daar even een momentje. Of, en met het eten doen we nou in 2 groepen. Sommigen hebben gewoon meer tijd nodig om warme maaltijd naar binnen te krijgen dan een ander. En dan kan een eerder zich gaan irriteren van, jeetje, wat doe je er lang over? En nou doe het in 2 groepjes en dan merk je gewoon dat er veel meer rust en ze kunnen veel meer van elkaar hebben omdat je de tijd voor elkaar geeft en die pas je echt aan de behoeften van de cliënt. Ik denk dat je inderdaad als medewerkers heel gauw ook de regie vast wil houden. Want als we het nou maar zo doen, dan weten we zeker dat ze en op tijd op het werk zijn en hun spullen op tijd geregeld hebben en we weten waar ze uithangen. En er zijn 1000 dingen en heel vaak zijn die belangrijk voor ons.